De tweeling van Kikkert, zo worden deze panden aan de Oosthavenkade in Vlaardingen genoemd. Oude Vlaardingers kennen die naam nog wel. Ja, die is genoemd naar het rederij Imperium van de Kikkerts. Pieter die hier naartoe kwam en stadsontvanger werd, had heel veel kinderen. En zijn oudste zoon Hendrik, die heeft de rederij Kikkert, die later een andere naam kreeg, gesticht. En zijn zoons en kleinzoons zijn ermee verder gegaan. En we staan hier bij die twee panden, oorspronkelijk in 1871 gebouwd. Met een heel groot terrein erachter, met allemaal andere gebouwen die allemaal bij die firma hoorden. Ze zijn deels al gesloopt en er worden straks achterhuizen gebouwd. Maar nog steeds de oude Vlaardingers weten, dit is de Kikkert-tweeling of de tweeling van Kikkert. Rederij Kikkert bestaat niet meer. En voor herinneringen aan de familie Kikkert in Vlaardingen moeten we naar het stadsarchief. Pieter Kikkert was een veelzijdig man. Heel bijzonder man was het. Hij kwam met een Tesselse familie in 1809 naar Vlaardingen, waar hij ging werken bij een groot rederij, rederskantoor. Hij was heel vaardig met cijfers, met taal en met beeld. Dus hij deed alle financiën. Hij werd bij dat bedrijf. Hij werd gemeenteontvanger, stadsontvanger. Dus hij ging over het geld van de stad. Hij schreef boeken, artikelen. Hij dichtte, hij maakte etsen. Tekeningen, goudetsen hebben we hier hangen en litho's, steendrukken, nou ja, noem maar op. Dus in al die onderdelen was hij gewoon uitmuntend, kun je wel zeggen. Zijn er nu eigenlijk nog Kikkerts in Vlaardingen? De naam is in mannelijke lijn uitgestorven, maar er staan allemaal nog heel veel Vlaardingers via de moeders- of oma's kant van hem af. Bijvoorbeeld de familie Bosboom, even spieken. Van de Brugge, Den Draak, Poortman, Van Schaik. Heel veel families stammen toch dus van een van zijn kinderen af. Dus ze hebben wel zijn bloed, zijn DNA.